Het voedingscentrum is on tour om gemeenten die borstvoedingsvriendelijk zijn geworden vandaag het bijbehorende pakket uit te reiken. Nou, borstvoeding is heel belangrijk voor een gezonde start van zuigelingen, omdat het een heleboel gezondheidswinst oplevert. De gemeente zit hier op ons te wachten op hun plakketten, dus ga graag naar binnen. Sinds een aantal jaren voert het voedingscentrum in opdracht van het ministerie van VWS een borstvoedingsprogramma uit om het geven van borstvoedingen te stimuleren. Maar een aantal jaren geleden hebben we gezegd van nou, misschien moeten we ook gemeenten eens proberen warm te laten lopen voor het beeldmerk voeden kan hier. En ook het belang van borstvoeding nog een keer onder de aandacht te brengen. Voor het project borstvoeding hebben wij een aantal tachtigtal brieven de deur uit gedaan, ondernemers en instellingen aangeschreven. En we hebben er vrij vlot een 15 terug ontvangen die wilden participeren. De gemeente Maasdriel besteedt aandacht aan het project Gezonde Voeding. En binnen Gezonde Voeding past borstvoeding. Dat heeft gezonde effecten voor het kind. Ik heb net gehoord dat vrouwen per saldo wel eens afhaken na de eerste maand borstvoeding. En ik denk dat het heel belangrijk is voor vrouwen om plekken te hebben waar ze borstvoeding kunnen geven, zodat ze gewoon kunnen meedraaien in de maatschappij, dus gewoon kunnen participeren en ook borstvoeding geven op een veilige plek. De methode die hier gebruikt is, door vanuit de gemeente brieven te sturen aan bedrijven om te vragen of ze bepaalde maatregelen willen nemen, zodat daar borstvoeding gegeven kan worden. En dan daarna, en dat is heel belangrijk, door de professionals, de kraamzorg, GGD's, nabellen naar die bedrijven. En met argumenten ook gaan praten en vragen om die maatregelen te nemen. Ik denk dat dat een hele mooie beproefde methode is. Wat wij dus doen is doorvertalen naar wat wetenschappers hebben uitgevonden. En wetenschappers zeggen dat als jij nou maar wat langer borstvoeding geeft, zeg even tot 6 maanden, dan is dat goed tegen voor het kind in ieder geval hoge bloeddruk, overgewicht. Voor de moeder is het beter, omdat de moeder weer eerder op gewicht is. Het maakt de kans op borstkanker kleiner. Dus er zijn gewoon door wetenschappers bewezen voordelen. Eigenlijk zou je een samenleving moeten hebben waarin borstvoeding gegeven kan worden. Zonder dat vrouwen zich naar of vervelend of bedreigd of bekeken voelen. Ik zou willen dat borstvoeding gewoon normaal is. Dat iedereen gewoon borstvoeding kan geven, net zoals een broodje gegeten wordt. Dus als de drempel nou verlaagd wordt, dat mensen overal gewoon met hun kindje kunnen gaan zitten. Nou ja, dan zal het voor veel moeders ook makkelijker zijn. En dan zal het ook normaler worden, hoop ik. We zijn eerst begonnen met toch een brief sturen, dat is het makkelijkste. En we hebben gezegd, eerst zelf ook het voorbeeld geven. Alle inwoners of bedrijven komen een keer op het gemeentehuis en dan is het goed als ze die sticker zien. Ik zou zeggen, collega's, borstvoeding. Geef eerst in het gemeentehuis het voorbeeld. En geef bij alle gelegenheden, zowel economisch als ook op het gebied van gezondheid, laat zien dat het erbij hoort en dat het gewoon moet. Gefeliciteerd. In de praktijk is gewoon gebleken dat als je moet gaan zoeken, bijna gaan vragen of je ergens borstvoeding mag geven, dat een flinke drempel is. En dan is er niets mooier dan dat bedrijven met ons mee gaan werken door gewoon eigenlijk de zaak open te stellen. Eigenlijk is borstvoeding geven de normaalste zaak van de wereld. Dan is het belangrijk dat mensen dat wat prettiger kunnen doen en dat ze niet het idee hebben van goh, ik ben hier niet welkom en ze zitten hier raar aan te kijken. Borstvoeding geven, gewoon doen, kleine moeite, groot plezier. We gaan nu verder naar de volgende gemeente die borstvoedingsvriendelijk is geworden. En dat is de gemeente Horst aan de Maas in Limburg. Dus dat is nog wel even rijden. Nou, Horst aan de Maas heeft gebruik gemaakt van een expert die in onze gemeente woont. Een lactatiedeskundige met een eigen praktijk. Ik denk dat wethouders in allerlei andere gemeentes, net als ik in Horst aan de Maas, contacten hebben met platforms van industriële clubs, van het MKB, maar ook van de horeca. En dat zijn prachtige gelegenheden om eens een keer aandacht te hebben voor dit fenomeen en ook die hele mooie sticker uit te reiken. Dus dat kun je doen als wethouder, dat is eigenlijk het makkelijkste wat je kunt doen. Maar ik zou ze ook aanraden om te kijken of in hun gemeente ook zo'n expert aanwezig is die je heel goed kunt gebruiken, omdat die het verhaal met een warmte recht vanuit het hart over kunnen brengen op ondernemers. Het voedingscentrum hoopt natuurlijk dat gemeenten
in hun lokale gezondheidsbeleid borstvoeding opnemen. We hebben daarvoor een beeldmerk ontwikkeld, Voeden kan hier, waardoor zichtbaar gemaakt wordt dat moeders daar ongestoord borstvoeding kunnen geven. Dat maakt voor moeders de drempel veel lager om hun kind te voeden op die plekken waar zo'n sticker hangt. Dus gemeentes, ik nodig u allemaal uit, zorg dat de sticker overal hangt.